Ook weer even een nieuwe part van de Pokémon Generation Soul Link Nuzlocke. Vandaag doen we hopelijk SSN. Nou, laten we het inderdaad hopen. Kom misschien bij Dark Cave, wie weet. Eerst altijd even een mooie recap van wat allemaal is gedaan. Ondertussen, we hebben gekruind level 20. Minimaal level 20. Ja, want dat zo van, nou ja, laat het toch maar gewoon even kijken. Als dit te hoog was, kunnen we altijd nog zeggen, fuck het, volgende keer niet grinden. Ja. We beginnen eerst even met de standaard pair, onze Ivysaur en Wartortle. Mijn heeft Tackle, Growl, Leech Seed en Fine Whip. Wacht even. Gaan we even zijn Wartortle vinden. Gaan we zijn schildpad kwijt. Wilbeam, Tackle, Watergun, Seismic Toss. Level 23. Dan hebben we onze mooie Wigglytuff pair. Met Sing, Watergun en Mega Punch. Ook voor zo'n Fireplume. Weet je wat manier. Nee. Mijn Sing, bitch. Level 20, Mega Punch, Watergun, Sing. Dan hebben wij Sandshrew en... En voor mij is dat Scratch, Slash, Seismic Toss en Dick. Is dat Ekans? Ekans, ja. By Posting, Warp en Leer, level 20. De hele typische set van Oddish en Bellsprout. Level 20. Onderhand een Gloom bij mij. Fine Whip, Growth, Rap en Sleep Powder. Absa, Poison Powder, Stone Spall en Sleep Powder. Dan hebben we Mankey en Meowth. Met mij Scratch, Growl, Bubble Beam en Bite. Corrali Shop, Scratch, Leer. En laatste de Pichotto Pair. Waar waarschijnlijk Gust, Sand Attack, Quick Attack is. Ja. Oké, dan gaan we door. Gaan we mooi even de trainers doen richting Viridian. En dan wil ik het met Ram even over een heel mooi onderwerp. En dat is een beetje waar we het voor de recording over hadden. De games waar je veel tijd in kan besteden. Ja. Als je puur kijkt naar nieuwe games. Stel nou, wat is een game die laatst is uitgekomen? Qua multiplayer of singleplayer? Beide mag. Red Dead. Ja, Red Dead. Nou ja, hoeveel uur zou je daarin kunnen steken in Red Dead? Ik persoonlijk. Ja, als je puur moet kijken naar begin tot credits en misschien nog wat tussendoor. De sidequests, misschien een keer wat dingen opnieuw doen. Poeh. Goede indicatie, 40, 50 uur? Te weinig. 80? Ja, de gameplay staat op... De storyline staat op volgens mij op 60 uur. Oké, 60 uur nemen we een beetje deviatie van. Dus laat zeggen 70, 80 uur. En de game is 60 euro, toch? Ja. Nou. Dus en singleplayer. Ja, ik heb nu wel multiplayer, maar... Ga je die multiplayer doen? Die multiplayer is dan lijkt me echt meer iets voor als je met andere mensen de game hebt. Anders... Oké, maar daar pakken we even een mooi voorbeeld bij, wat je net zei. Smash Ultimate. Ja. Nou, ik heb al horrorverhalen gehoord van de World of Light. Ja, ik vind er geen reden aan, World of Light. Dat een goede 30 à 40 uur is. Mm-hmm. Nou, je kan zeggen wat je wil. Het is een singleplayer en waar de game eigenlijk meer voor is voor de multiplayer en Smash locally. Dus als je puur kijkt naar collectief, zou je er 100 uren mee kunnen halen? Ja, wel. Dus ja, dan kan je zeggen van oké, het is eigenlijk de prijs wel waard. Je pakt het ook na een tijdje wel weer op. Wanneer iemand langskomt, ga je het waarschijnlijk wel spelen. Dus ja. Het is wel een game waar je wanneer niet waarmee je even een maand mee bezig bent, daarna nooit meer aanraakt. Nee, dat niet. Nee, een ander goed voorbeeld is wat wij nu aan het doen zijn. Nou, heb je de grote voorbeelden nog niet eens genoemd? Wat is het grootste voorbeeld? Shooters. Afhankelijk van de shooters, hè? Ja. Ik heb niks voor niks meer dan... als ik van alle Call of Duty games die ik heb gespeeld, wel kan ik opreiken. Ga ik richting de 1000 uur, hoor. Mm-hmm. En wat doe je dan voornamelijk? Alleen online? Ja. En waarvoor doe je dan online? Ik heb nog nooit een singleplayer van Call of Duty gespeeld. Nog nooit. Dat is op zich wel knap.
Maar dat doe je het om je prestige te levelen of niet? Of ja. Is dat Battlefield? Okay. Ik wil bijna zeggen, is dat Battlefield of is dat Call of Duty met prestige? Maar is dus... Beide. Oké, okay. Dus dan ga je puur voor de prestige. En wat krijg je dan wanneer je hoge prestige hebt? Niks, je wordt gewoon hoger level. Dus bragging rights. Ja. Is dat niks voldoende? Nou ja, als jij gewoon met een vriend gewoon daarmee tijd kan verderven dat je vullen hebt en gewoon over alles en nog wat kan lullen. Ja, maar daarvoor speel ik het. Ik speel het niet om per se, weet ik veel wat, hoog te komen. Maar dan speel je meer als achtergrond. Ja, maar zoiets kan je niet op achtergrond spelen. Nee, klopt, maar je moet het wel in een collectief met iemand anders spelen. Je doet het niet om jezelf te zeggen van, ja, ik wil graag prestige. Ik heb geen idee hoor, maar prestige 30. Kan niet. Ik wil net zeggen, ik bedoel maar gewoon even als voorbeeld dat je even een hele hoge prestige wordt. Nou, dat wordt, dat is sowieso, voor mij is dat een no-go. Ja. Ik speel er ook nooit, ik speel nooit in mijn eentje. Nee, je hebt gewoon iemand erbij nodig. Ja, anders vind ik er geen hol aan. Ja. En dat laat dan eigenlijk wel zien dat... Toch even, dat varieert wel per persoon, maar... Sommige games moet je wel met anderen kunnen spelen, want dat heb ik nu... zelf ook, en dat is naar mijn mening het ergste voorbeeld. Mm-hmm. Je weet wat Diablo voor een game is, hè? Mm-hmm. Dus je gaat door een dungeon heen, je krijgt loot. Die loot gebruik je weer om beter te worden, om de volgende dungeon te doen. Loop maar door. Ja. Nou, daarbij heb je nu met Warframe is exact hetzelfde. Je wordt alleen maar beter, je krijgt meer crap. En als je het heel serieus doet... Ja. En hadden we hier voorover, dan kan je gemakkelijk richting de 2000, 3000 uur gaan. Ja. Puur om maar te levelen. Want uiteindelijk, het is gewoon een loot shooter. Om telkens beter te worden. Alleen, voor mij is het ook zo van... Okay, ik ben alleen maar bezig om me te levelen... Puur zodat ik de quests kan unlocken. Kijk wat er in de quest zit. Dingen eruit te halen en dan zeggen van... Okay, ik heb alle quests nu gehad. Tot over een jaar wanneer jullie weer nieuwe crap hebben. Hmm. En ondertussen, ik kijk niet naar de overworld die ze hebben gevoerd. Raid bosses die ik kan doen. Ik heb misschien maar... Van alle characters die erin zitten heb ik er misschien maar 8 van gespeeld. Terwijl ze er ongeveer 50, 60 hebben. Mm-hmm. Maar ja, als je alle characters wil spelen, ja. Er zit gewoon zoveel content in. Je moet er zoveel tijd in steken om alle content te doen. Dan zit ik ook gewoon hetzelfde in van... Oké, van de classes wil ik alleen nog deze spelen. Hoe unlock ik die? Oké. Want het is gewoon... Jouw favoriete woord is het gewoon. Het is een RNG game. Ja. Yeah. Nee, dan wordt het niet zo snel een game die ik snel zou nog een keer zou spelen. Nee, want dat is het. Als je met een vriend gaat spelen en zegt van... Okay, jij en ik gaan die quest doen, dat ding doen en dat ding doen. En dan vinden we het goed. Dat is prima. Ja. Maar ik zal ook nooit zo snel met iemand zeggen van... Okay, ik ga met jou de Star Chart doen. Mm-hmm. Dat we beginnen bij aarde en dan de hele Star Chart doorlopen van begin tot eind. Ja. En dan we dan eindigen bij de... Wat is een goed voorbeeld? Eindigen bij Endless Mode op de laatste planeet. Ja, dat is ook niet leuk. Na een tijdje zit je gewoon vast. Dan moet je gewoon, oké, je hebt nu meer Warframes nodig. Je hebt nu dit nodig, je hebt nu dat nodig. Ja, ja. Dat heb ik ook zo van, ja. En alsnog, ik heb een goede 200 uur nu in zitten. Ja. En ik zit er ook zo van, oké. Nog een paar dingen doen, kan ik hem met jou recorden. En dan zit ik zo van, oké. Prima zo. Om naar de volgende game. Ja, het is... Ja, maar het ligt echt aan precies wat voor game, weet je. Kijk. Ik heb dat met Call of Duty. Ik heb er nu kapot veel uren in zitten. Maar andere games kan ik het dan weer niet. Maar ik zit meer met het feit ook van... qua lengtes van games. Is het het ook waard... Nou ja, misschien een heel goed voorbeeld wat voor ons past is Xenoblade Chronicles. Is het waard om uren in die game te verdiepen? Is het waard?
voor mij persoonlijk, kijk, ik ben meer van de RPG's, dus voor mij is het niet zo snel een probleem. Ja. Maar als je mij zo bijvoorbeeld zou zeggen, hier heb je Persona 3, maar je moet telkens weer opnieuw door de vloeren heen. En telkens weer dingen herhalen, dus Phantom Hourglass, die Ocean Temple. Ja. Zoiets is het, na een tijdje zit ik ook zo van, ik ben er klaar mee. Waarom? En game moet mij wel continu wel een beetje uit blijven dagen van oké, het heeft zin. En niet zo van, oké, hier heb je dungeon voor het begin van de game en voor het eind van de game. Ja, waar is de rest? Dit is de rest. Ja. Oh, ondertussen ben ik al in Viridian en ik ben rechts al trainers aan het doen. Ja, ik ben de trainers nog op de route aan het doen. Ik zet een mini in unlocken, zodat ik gewoon kan healen. Ja. Voor mij is het nu gewoon, ik heb Miauf nu net, Miauf heb ik in de vorige als eerste gevangen, dus je hebt nu deze route, dus ik doe ondertussen even de trainers. Dus ja. Maar nee, maar vind wel dat als een 60 euro voor een game vraagt, dat je wel de tijd eruit zou moeten kunnen halen. Ja. Dus stel nou je betaalt, toch even, het varieert per game, als je die Puyo Puyo game hebt, die kan je niet tallen uren achter elkaar spelen, dat is echt een break game. Ja, dat klopt. Maar als we nu zeggen, kijk, wat is een goed voorbeeld? Als wij nu zeggen, we pakken Breath of the Wild. Ja, is dat het waard? Nee. Voor mij. Nee, maar als je puur kijkt naar de content die erin zit. Ja. Maar dat valt ook mee, hoor. Dat is net zoiets als Skyrim. Open world is hartstikke leuk. Maar zoveel content valt... Kijk, er zit al veel content in, maar niet echt... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, niet als je oneindig erin kan blijven lopen. Want je hebt zoveel open vlaktes waar je gewoon niks kan. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje het probleem met open world. Als je mij vraagt, wat heb je liever, Skyrim of Zelda, dan zeg ik al Skyrim. En waarom? Omdat je dan een beter fast travel point in hebt? Nou, of de mogelijkheid hebt om te bewegen? Wat mij aan Breath of the Wild niet aanspreekt is omdat ik de reeks ken. Ik weet hoe Zelda... Ik speel al heel mijn leven Zelda games. En dan heb je iets als Breath of the Wild. Wat naar mijn idee niet helemaal klopt met hoe Zelda hoort te zijn. Snap je? Mm-hmm. Nee, ik snap hem. En ik wil gewoon een goede game hebben waar ik gewoon plezier in kan hebben. En ja, het klinkt raar, maar Zelda games zijn lineair. Redelijk lineair. Zijn lineair totdat je in de dungeons komt. Nou, dat is nog lineair naar mijn idee. Maar dan, hoe heet het? Ik kom Breath of the Wild ineens opzij kijken. En dan denk ik van, ja, nou. Voor mij hoeft het niet. Ik snap hem. Ik zeg niet dat het een slechte game is. Helemaal niet. Ik vind echt geen slechte game. Maar er zijn betere. Ja, je wordt eigenlijk een beetje overweldigd door de hoeveelheid crap die erin zit. Ja, dat heb ik met Skyrim dan weer niet. Ja, dan praten we ook over over Skyrim. Dan denk ik van, het is wel de meest uitgemolken open world game die ooit is gemaakt. Maar ja, het is toch het handigste om te noemen. En ja, ik vind het moeilijk. Ik ben ook benieuwd, want wat Pokémon gaat doen. Ja, ik verwacht een beetje het idee wat heel veel mensen verwachten, dat ze nu eigenlijk een 3-jaar-cyclus krijgen. Wat bedoel je? Main game, spin-off game. Maar het is al confirmed dat 2019 een core wordt. Klopt, maar dat een 3-cyclus wordt. Dus main game, daarna spin-off game, daarna een let's go of... Nou, laten we erover uitgaan inderdaad dat Let's Go gewoon doorgezet wordt. Ja. Dat is dus gewoon al een feit. Dus zo zie ik het eigenlijk. Nou, ik vind het op zich een slechte idee. Maar ja, weet je, ik ben gewoon benieuwd naar het feit dat ze gisteren kwam tweeten, kwam er een tweet naar buiten, dat mensen versteld gaan staan. 2019.
Nou ja, van Let's Go zag er niet slecht uit, laten we eerlijk zijn. Nee. Maar als je dat vergelijkt met dat bij die direct, dat Town, hoe dat toch de voorlopige titel is, weet Town. Nou, dat zag er toch even 5 keer zo goed uit als Let's Go, hoor. Mm-hmm. En dat is een fucking game waar ik gewoon, die ik gewoon wil hebben. Ja. Maar als je puur even kijkt, want we hebben nu gehad over de lengte van de game. Maar als je nu even puur kijkt, we nemen even Pokémon als een mooi voorbeeld. Ja. Wat zie je nou nog aan Pokémon? Let's Go was een hype en Let's Go neemt weer af. Ja, maar dat kwam omdat Smash er heel snel eigenlijk achteraan zat. Kijk ja. Naar hoeveel... Kijk, als bij Nintendo zijn we gewend dat er best wel redelijk wat tijd zit tussen games. Hallo, waarom doe ik controller te lezen niet meer? Er zit best wel een stuk tijd tussen games. En als het ineens afneemt, of er gebeurt iets, dan denkt men, er klopt iets niet. Ja. Is er toch iets wat jij wil op de route? Nee. Want ik kwam net een Spiro tegen, maar en ik heb bijna een keer een Spiro gehad. Dus ik zat zo van, oké, ik heb wel iets anders. Ja, dus? Dus, nou, dan kijk ik zo meteen wel even of iets dergelijks komt. Misschien een trouwens of een Magnemite. Maar, ja... Weet je wat ik überhaupt met games heb? Nu, de laatste tijd. Het verbaast me niet meer zo. Kijk, Red Dead verbaast me dan. Met hoe het is en hoe het speelt en zo. Maar bijvoorbeeld een Smash of een Pokémon. Ja, ik vind het toch, ja... Vooral Smash ook bij... Het is het... Je had ook de Wii U kunnen porten. Ja. Maar ja, ik zit er ook zo in van... Als we nu bij wijze van spreken weer Pokémon erbij pakken. De... Stappen zijn zo groot gemaakt tussen Black and White en X en Y. Ja. En je kan zeggen van ja, maar van X en Y naar Sun and Moon story is beter als ze hebben alles op de kop gegooid. Ja, maar als je dan even puur kijkt van wat er allemaal is gebeurd. Als je puur kijkt van wat mensen hebben allemaal omheen hebben verzonnen. Voor dingen te doen, dan... Zoveel is er niet meer. Dus heel veel mensen zitten al zo van oké, wanneer komt nu... Gen 8. Wat gaat er in Gen 8 gebeuren? Hoe gaat dit in elkaar zitten? Waarom zou ik nog Sun and Moon blijven spelen? Want dat is nu het allermooiste aan die Poketubers. Ja. Ze stappen allemaal Pokémon af. Want ze hebben het al helemaal door de grond gestampt al eigenlijk. Ze hebben alle core games gedaan. Ze hebben alle hackroms die eraan verbonden zijn, hebben ze 3 miljoen keer al gespeeld. Op verschillende manieren. En dan zit het zo van, oké, wat moet ik nog? Alle vormen heb ik al gehad. Mm-hmm. Alle challenge runs die je maar kan verzinnen, heb ik al gedaan. Ja. Maar ja, wat ik mij afvraag bij jou, om even, toch over games, maar dan een ander topic. Wat zijn games in 2019 waar jij naar uitkijkt? Ah, dat weet je donders goed. Behalve Kingdom Hearts. Dan weet je dons goed, ik wou net zeggen. Ja, maar... Toch even, Kingdom Hearts is niet een game waar ik naar uitkijk. Kingdom Hearts is gewoon een game waar ik gewoon wil zien eindigen. Dat is het meer. Ik wil zien hoe ze die terrain rack gaan oplossen. Maar je hoeveel jaar heeft het dus gezeten? Ik kan het beste het gewoon uitlaten. Kingdom Hearts 1 kwam uit in 2002. Ja. Toen kwam Kingdom Hearts Chain of Memories voor de Game Boy Advance. Kingdom Hearts 1 kwam uit op de PlayStation 2. Ja. Dus je had al eigenlijk 2 dingen nodig. Nou ja, een meerdere van de mensen zouden wel een Game Boy of een handheld hebben met een PlayStation 2 of een N64 of verzin maar iets. Ja. Nou, een paar jaar later kwam Kingdom Hearts 2 uit. Dat was 2005, 2006? Voor mij 2005, 2006. Nou, nu komt Kingdom Hearts 3 uit. Maar in de tussentijd heb je spin-offs gehad. Remasters, reimaginings, final mixen, wat eigenlijk gewoon remasters zijn, was een nieuw ding in hebben gestopt. Want hoe het ging... Het mooiste daarvoor is Kingdom Hearts. Kingdom Hearts kwam uit in Japan. Toen kreeg je de Europese versie. In de Europese versie zaten meer bossfights. Okay. Dus toen kreeg Japan... Die boss fights, maar ging ze wel wat extra dingen doen. Dus wel meer cutscenes. Dus toen kregen wij pas weer in
Europa kregen wij wat Final Mix heet. Ja. Yeah. Wat, waar de extra crap in zit. En dat was Final Mix. Toen kwam 1.5 en nu heb je de Collection eigenlijk. Dus je hebt gewoon heel veel versies eigenlijk gehad van Kingdom Hearts. Oké. Okay. En als je puur kijkt, je hebt Kingdom Hearts Chain of Memories. Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Wat een port is geweest van de Game Boy Advance naar PlayStation 2. Dezelfde game, maar dan van 2D naar 3D. Birth by Sleep. Coded. Dan heb je nog Dream Drop Distance voor de DS. 3DS. Ja. Yeah. En Kingdom Hearts 0.2 Fragmentary Passage. Ja. Yeah. Voor de PlayStation 3 of PlayStation 4. Voor mijn PlayStation 4. En je hebt wat collections tussendoor gehad. Dus op zich, er waren nog wat dingen tussendoor. Wat? Jezus Christus, kapot veel. Maar... En duidelijk Kingdom Hearts 1, 2, 3. Ja, dat is 13 jaar geweest. Maar je weet dat de game is uitgelekt, hè? De game is uitgelekt, klopt. Heb je het al gezien dan? Nope. Want alles wat geüpload wordt... Is gelijk verwijderd. Wordt direct verwijderd. Weet je wat Square meteen deed toen de leak bekend was? Nou. Meteen de opening cutscene erop gegooid. Ja? De opening cutscene van de game staat er al op. Ja, maar ja, hebben ze dat speciaal daarom gedaan? Ja. Oké. Okay. Maar ja, dat is ook een reden waarom ik het wil eindigen. Ik wil de trainwreck zien eindigen nu. Ja, oké. Okay. Want, ja, het beste voorbeeld wat ik hiervoor kan geven is Kojima. Maar je speelt ook geen Metal Gear Solid. Maar, je weet wat het probleem is als je continu nieuwe dingen gaat toevoegen aan een verhaal. Ja. Never ending story. Harry Potter is voor mij mijn makkelijkste voorbeeld voor jou om uit te leggen. Je hebt Harry Potter en die Fantastic Beasts. Al die dingen. En drama eigenlijk. Als je puur even kijkt naar hoe dingen in elkaar zitten. Want er zijn telkens dingen herschreven, et cetera. Dat is nu het probleem met Kingdom Hearts. Het is gewoon een trainwreck geworden. Oké. Okay. Die story is zo hard naar de tering geholpen. Oké. Okay. Ondertussen kom ik nu op de route alleen nog maar Sensro en Spiro tegen. Dus, nou, ik zou een moord doen voor een Sensro op dit moment. Oh nee, wacht. Ik zou een moord doen voor een Sensro op dit moment. Ik kom alleen maar Ekkes tegen. Een Spiro. Voor mij is Sensro ook exclusief. Is Ekkes ook exclusief, zeker? Ja. Aha, dat verklaart een hele hoop. Maar ik zou tenminste een Drowsy moeten tegenkomen. Mooi, dan ga ik ook voor. Eigenlijk op en anders gaan we direct door naar de SSN wanneer je die route klaar hebt. Hey, Cobra's Evolving. Nice. Ja, hallo, ja, Bob. Praat over Ekkens. Mooi. Nee, voor de rest. Ik heb verder geen games waar ik naar uitkijk, want onthoud, zoveel games speel ik niet. In ieder geval een tijd ga ik toch vaak terug naar de games die ik al heb gespeeld. Ja, oké, okay, dat begrijp ik ook wel. Want Red Dead interesseert me niet. Een game die me wel nu laatst interesseert is Celeste. Omdat, nou ja, je hebt nu Game it of the Year. Het is Steam Winter Sale at this moment. Hij is korting. Ja, moet misschien nog naar kijken. Oké, ik ga nog de volgende mol, anders ga ik door naar de SSN, want dit... Duurt te lang. Nee, het duurt niet te lang. En ik kan zeggen van, als je randomize had gedaan, had je die niet gehad. Maar ik zit er ook zo in van, ik vind dit leuker. Kijk, randomize, je weet nooit wat je krijgt. Dat is de grap ermee. Alleen, voor mij gaat het puur om even het idee van, je bent, nou, hoe oud was ik toen ik dit speelde? 5, 6. En toen had je nog geen randomize. Toen had je nog niet eens internet om dingen op te zoeken. Dat was er wel, maar... Niet voor dit soort dingen. Dus ja, dus voor mij is dit persoonlijk beter. Kijk, in randomize kan je altijd nog... Kunnen Harm en ik altijd nog een keer doen wanneer we zeggen... Fuck it, is niet zoveel tijd overheen gegaan. We kunnen randomizen doen met iets anders en dan gooi je... En maak je van X en Y en Sun and Moon maak je een wonderlok van. Hup. Maar voor mij is dit veel leuker. Want je gebruikt gewoon wat mons waarvan je denkt van... Oké. Okay. Om deze. En je begint niet meteen met... Oh, hey, mijn starter is een Arcanine. Mooi. Fuck all, you bitches. En voor de rest 2019.
Ja, ik weet niet wat die Gen 8 is. Maar voor de rest... Niks? Ja, 2019 is een beetje vaag. En weer nieuwe dingen gaan lopen, dus ik zit er zo in van, ik zie het allemaal wel. Ja. Je koopt toch, gemiddeld gamer koopt toch wel, wow, het zal zijn. In een jaar. Minimaal 5 games. Ja, zoiets. Simpel gezegd. En daarnaast, ik heb ooit een collectie Final Fantasy games, deels van jou gekregen en deels zelf gekocht. Waar ik ook nog aan moet beginnen, dus... Final Fantasy, my god. Ja, ik heb nog genoeg dingen liggen waarvan ik denk van oké, dat moet ik nog spelen, dat moet ik nog spelen, dat moet ik nog spelen, dat wil ik nog spelen. Ik heb nog games voor de Xbox 360 die ik nooit heb uitgespeeld. Ja, maar dan moet je hier gewoon niet meer beginnen. Die goedkope oude meuk. Dat kan je wel zeggen, maar ik zit er alsnog in van, ja, ik heb het gehaald en ik wil het nog een keer spelen. Oh, meuk. Goed met je. En voor de rest, ja, ik denk ik vanavond gewoon gezien wat allemaal gaat gebeuren. En meer in de van de tijd is het ook zo van, oké. Oh, dat is een game die iemand heeft gespeeld. Dan kijk wat game is. Oké, waar is die voor? Oké, PC. Oh, en waarvoor is die? Oké, Switch. Nou, ik zelf heb nog steeds geen Switch, maar dan kan je eens toch kijken van, oké, ik ga die game aanschaffen. Ik ga sowieso springen van geluk wanneer Spyro Reignited voor de PC wordt geport. Wat hopelijk volgend jaar wordt gedaan. Tja, Spyro. Ja, cool. Kom op, laat me. Ik heb nu Crash Insane heb ik nu gehaald voor Steam. En ik zit gewoon te wachten op Spyro. Moet je Activision lief aankijken, maar ja, dat ze toch selecteren. Dus, het zal wel even gaan duren voordat het zover is. Klopt. Maar ja, want als, ik heb gewoon nog genoeg games om mee te plooien, laat ik het zo zeggen. Waarmee ik 2019 door kan. Om één ding kon ik nog wel lachen, iemand had een top games van 2018 gemaakt. Ja. En daar kan je altijd om lachen, dan stoppen ze dingen zoals FIFA en Pro Evolution Soccer erin, waarvan ik denk van... Mijn god, dat kan je er toch niet in stoppen, dan neem je die hadden toch ook niet serieus voor? Nee, dat heb ik zelf, maar het is ieder jaar komen die games uit, dan moet je eigenlijk gewoon... Kijk, het is zelfs als je gaat zeggen van... Dat is nog een goed voorbeeld daarvan. Ook een game wat ieder jaar uitkomt. Als je gaat zeggen van, ja, Assassin's Creed... Uitgemolken. Ja, het is... Kijk, dat kan ik ook zeggen over dingen zoals Super Mario Party, wat ik dan persoonlijk niet als argument kan vinden, maar er zijn mensen die het als argument vinden van, ja, het is wel weer een Mario Party game, dus... Ja, nee, er komt elk jaar Call of Duty in de FIFA uit. Weet je? Wat wij zien als argument daartegen, kunnen andere mensen weer zien als, ja, het is wel weer een Mario Party game, ja, het is wel weer een Mario Kart, het is wel weer... Ja, maar dat zit anders in elkaar. De FIFA is gewoon bijna exact hetzelfde. Ja, maar dat is een beetje het punt. Wij verdedigen de Nintendo games, andere mensen zullen de FIFA games en de Call of Duty games verdedigen. Maar dat is het op zich vaak wel een ding van hoe je naar kijkt, waar je mee opgroeit. Waar ik wel moest lachen was... Merendeel van de games waren allemaal Nintendo games. Dus... dat vind ik altijd zo'n mooie onderscheiding die mensen maken. Nee, het hoeven niet per se games te zijn die in 2018 zijn uitgekomen. Het zijn games die ik in 2018 heb gekocht. Dus het kunnen ook games zijn van 20 jaar geleden of zo. What the fuck? Vind ik altijd wel eens een leuke onderscheiding die mensen maken. Nutteloos. Dat is maar wel geinig om te zien. Ja, voor de rest, wat heb ik nog meer? Ja, ik heb de awards gezien van de Game Explainer. Dat vond ik wel geinig. Nee, maar dat is gewoon iedere keer Celeste. Ondertussen wordt mijn bel. Dus tegen de tijd dat we in Celadon zijn en jij en ik hebben beide onze mons nog, dan heb jij een
Vileplume heb ik een Victory Bell. Oké. Zo. Zo, en hebben we... Ach, dit was... Oh ja, Body Slam. Fluffy. Mijn god. Nee. Heb je nou een mol gevangen of niet? Ik heb daar geskipt, dus Ja, ga ik ook niet. Ik ben in SSN aan het klooien. Oké, dat is het enige nadeel van Doops Claws. Je gaat heel snel dingen skippen. Mooi. En een Fury Swipes, nice. Zo. Maar wat zijn de games in 2019 waar je naar uitkijkt? Pokémon. Joh. Gen 8, ja. Op een of andere manier kijk ik naar Animal Crossing, ik weet niet waarom, maar ik kijk er naar uit. Oh, dat komt puur alleen maar door Isabel. Nee. Trouwens, Isabel is een bitch in Smash, maar dat wisten we al. Die glitch is ook zo leuk. Zo. Nou, zal het niet onderhand toch gepatcht zijn? Waarschijnlijk wel. En 2019, kijk, er is nog zo weinig bekend. Ik zag van de week wel een lijstje. Maar ja. Ja, weet je, het is. Ik vind dat zo moeilijk om dit om te kijken naar wat er volgend jaar uitkomt. Dat ik denk, ja, dat moet ik hebben. Ik koop nooit een game. Ja. Het zou er heel achter zijn dat Nintendo Direct. Ja, Town kijk ik naar uit als het uitkomt. Mm. Verder, ja, ik zal waarschijnlijk ook Call of Duty weer kopen en. Ja. Verder zie ik het wel, weet je. Ik ben blij voor de mensen die Kingdom Hearts leuk vinden dat Kingdom Hearts komt. Vind ik leuk. Ik bedoel, als je zo lang op moet wachten, het is gewoon kut om lang op een game te wachten. Nou ja, je bent twee console generaties verder. Nou, bijna een derde. Ja, want, en weet je wat de grootste grap dan met alles is? Nou ja, wat? Wanneer Kingdom Hearts 3 klaar is, dan is de franchise nog steeds niet klaar. Wat bedoel je? Je weet wat het verschil is. Je weet wat een arc is, hè? In een seizoen, in een verhaal, in een serie. Wanneer Kingdom Hearts 3 klaar is, is de eerste arc klaar. Tyfus. Ja, ja. We hebben ook geen idee wat Nomura van plan is. Nou, die laat het lekker zitten hoor. Ja, maar ja, als het geld print. Ja, maar dat is altijd. Daarom is Ubisoft ook verder gegaan met Assassin's Creed. Officieel zouden ze na 3 stoppen. Dat is ook veel beter geweest. Tja. Als iets uitgemolken. Ik wou het zeggen. Ja. Met Kingdom Hearts 3 is je zo lang moet wachten op een game. Ja, ik weet het niet meer. Dan is het ook niet belangrijk geweest. Nou, ik vind het gewoon knap dat mensen het geduld ervoor op kunnen brengen. Oh, dat was echt geduld niet voor. Als je al die spin-off games die tussendoor had gehad en die remasters, dan was het ook waarschijnlijk niet gedaan. En de grootste hype kwam eigenlijk van het cadeautje wat ze hebben gegeven. Dat is die 0.2. Ja. Wat eigenlijk dezelfde engine zal zijn waarop Kingdom Hearts 3 gaat runnen. Ja. Dus dan krijg je al een idee van, oké, dus zo gaat Kingdom Hearts 3 in elkaar zitten, zo speelt het, oké. En wat het mooiste is, dan zit de game van Dream Drop Distance zit er ook in. Dus als je geen 3DS hebt, kon je dan ook spelen. Aha. Dus ja, dat is wel handig, maar... Anders hadden mensen niet volgehouden. Kon je nou hier op de SSN? Deze niet. Deze versie niet. Fuck. Nou ja, maar weet je, het probleem is eigenlijk het feit dat dat Xbox, het gerucht gaat dat Xbox gewoon twee consoles gaat announcen met E3. Ik snap niet waarom ze dat doen. Ik verwacht een Switch-achtig iets. Maar ja, dat vind ik ook wel raar, want Phil Spencer, de head of Xbox... Die roept dan de hele tijd dat hij de Switch geweldig vindt en het nooit het idee zou jatten omdat het echt een typisch Nintendo ding is. Maar toch verwacht ik het.